Welkom, beste tweeling, bij jouw liefdeslezing. We gaan hiervoor tarotkaarten gebruiken, die we dan gaan aanvullen met Lenormand-kaarten, die dat dan eventueel uitbreiden, extra duiding aangeven. En op het einde gaan we er ook nog 3 persoonskaarten bij doen, zodat we een idee kunnen hebben van wie er eventueel bij deze lezing betrokken zou kunnen zijn. Het Rad van Fortuin, 4 van Staven, de Toren, de 5 van Zwaarden, de 6 van Staven, de 6 van Kelken, de 3 van Zwaarden, de 2 van Staven en de Duivel. En dan gaan we er hier nog Lenormand-kaart bij doen. De Tuin, de Toren en de Ruiter. Dit ben jij in deze lezing. Dit is jouw partner. Vind je tijdens de lezing dat jij je eerder vindt in de andere rij? Pas dat dan absoluut gerust aan. En dit is de uitkomst van de lezing. Bij deze eerste kaartencombinatie. Jij bent een nieuwe levensfase ingegaan en jij geniet daar ten volle van. Hè. In die nieuwe levensfase kan jij helemaal op adem komen. Je voelt je op je gemak, je hebt gemoedsrust en je kan daar ook van genieten. Nu, anderzijds gaat er hier iets inslaan als een bom of een donderslag bij heldere hemel. En dat is iets waar je totaal niet aan verwachtte. Bij jouw partner is het zo dat die na een conflict gaat hij toch als winnaar uit de bus komen en gaat hij zich op een heel veilige plaats zich bevinden. Hè. In de toren, daar kan je partner zich heel geborgen voelen. En dan heeft hij ook de tijd en de ruimte om terug te denken aan een fijne herinnering van vroeger, waar dat die warme gevoelens bij heeft. En bij deze combinatie is er nog een verdriet dat verwerkt moet worden. En een mogelijke manier om dat te doen is de zwaarden die staan voor uw ideeën en uw gedachten, om daar even van los te komen en echt het verdriet te gaan voelen, te erkennen dat het er is, het niet afblokken, het er gewoon laten zijn, het doorvoelen en het doorleven. En op die manier kunnen emoties het snelste verwerkt worden. En vervolgens ga jij een keuze maken. En dat zou wel te maken kunnen hebben met een fijn nieuwsbericht dat jou bereikt. Waardoor dat je terug de wereld in handen hebt en dat je verder kan gaan en een nieuwe keuze gaan maken van wat er een volgende stap op jouw pad kan zijn. En dan hebben we hier de duivel. En hierbij mag jij eigenlijk gaan nadenken van welk zijn eigenlijk mijn eigen beperkende gedachten
Waardoor ik eigenlijk dingen voor mezelf ja, beperk, hè, dat die niet, dat er dingen niet kunnen gebeuren. Het kan hier zijn dat je ineens gaat beseffen, ja, ik doe altijd die bepaalde handeling en met de bepaalde verwachting dat er iets positiefs gaat gebeuren en dat gebeurt maar niet. En dat zou kunnen zijn dat je dat hier met deze kaart gaat gaan beseffen wat dat dan is. En dan kan je jouw gedrag daarnaar aanpassen. En dan gaan we er nog 3 persoonskaarten bij nemen, zodat we een idee hebben van wie er eventueel betrokken zou kunnen zijn bij deze lezing. Dat kan eventueel een leeuw zijn. Dat kan eventueel een kreeft zijn. Ofwel kan dat een ram zijn. Zo, dit was jouw lezing. Ik wens je nog een prettige dag.